Ik ben Bart van Ulle, burgemeester van Maldegem. De communicatie van de gemeente naar de Maldegemenaar. De gemeente die moet zeggen wat ze doet en waarom ze iets doet. En ze moet ook inspraak toelaten. Een veilig Maldegem door camera's, zorg voor iedereen die het nodig heeft, efficiëntie door een vittersmentaliteit, ondernemerszin, profilering van het merk Maldegem. Welke mentaliteit zegt u? Een vittersmentaliteit. En wat is dat? Dat wil zeggen dat we op elke eurocent gaan kijken als die kan bespaard worden. Is dat nodig? Kampt Maldegem met financiële problemen? Er zijn op dit moment geen financiële problemen, maar het is de taak van de overheid om dit te doen. Okay. De ergernis bij grote werken, door een betere communicatie en door een meer ecorealistische aanpak. Ja, Maldegem gaat in de toekomst vergroenen, maar met respect voor eigendom en werk. Hoe gaat u dat doen, dat respect voor eigendom en werk? Woonuitbreidingsgebieden bijvoorbeeld, die kunnen niet zomaar omgezet worden in groengebieden. Daar moet een compensatie voor zijn, dat is vrij normaal. Oké. Okay. Zeker de belastingen niet verhogen en we gaan niet sympathiek doen. Let op de dubbele negatie, dus we gaan zeer vriendelijk communiceren. Oké. Okay.